kijken naar opgenomen beelden. Dit was dus in de boeren, waar we min of meer hetzelfde verhaal kregen als bij de mannen. Hoewel het daar uiteindelijk, voorlopig alleszins, een belangrijke beslissing geforceerd zou worden in dat mannenpeloton. Bij de vrouwen werd er wel gekitteld, maar er werd nog niet echt doorgereden. Julie van der Velde, Vettorello, Nooyen, Atossalo. Toch weer die Atossalo. Foekene en Molenaar. Die vrouwen zijn ondertussen wel weer bij de lurven gevat. Een mooie voorsprong gehad, maar door zenuwachtigheid in het peloton en snelheid vooral. Kijk, daar gaat je dus Kopecky. Die hier en daar het heft nu al zelf in handen nam. Ja, even die benen testen. Bij kilometerpaal 94 werden die zes rensters gegrepen. Misschien snel nog een woordje over Julie van der Velde. AG Insurance, wat wil je erover kwijt? Wat wil ik daar nu al een minuut over kwijt? Ja, het zal nodig zijn, want ze is alweer... Ik vind het vooral jammer dat het niet in beeld is geweest. Dat ze goed bezig is. Uiteindelijk, dat is echt iemand die altijd voor de vroege aanval kiest. Omdat ze niet heel goed is in positioneren. Dus zij weet ook, als de moeren eraan komen, als de Kemmelberg eraan komt, kan ik maar beter voorop rijden. Het moment van herkoppelen. Voilà. Dus dat heeft ze ongetwijfeld gedaan vandaag. Grace Brown is gevallen. Ja, en we zien het net in beeld. Met, jawel, Longo Borghini. Belangrijk. Het was om 4:04 dat gebeurd is, dus 5 minuten geleden. Longo Borghini en Brown ondertussen wel al terug in het peloton, meldt Tinneke van der Velde ons. Maar Grace Brown sukkelt met haar schoen. Die schoen is geraakt bij die val. Ja. Was wel relatief snel weer weg. Hier zien we het nog eens. Of dit is een andere valpartij. Ja. Dat is een andere tweede valpartij. En dat is een val net... Met Julie van der Velde daarbij. Ja. Ook, en nog iemand. Tiffany Cromwell zit erbij. En is dat Lecour? Ja, nummer 13. Ja. De renster van Mauritius, die aan een goed voorjaar bezig is en die een beetje zal palen op deze manier. En dan zien we wie de kopvrouw is. Kijk, Julie van der Velde, die onmiddellijk haar fiets afstaat. Of op zijn minst die fiets van Lecour probeert weer op gang te helpen. Ja, ik weet niet goed. Hebben ze nu... Nee, dat is haar eigen fiets, he, van Lecour, ja. We gaan dan toch wachten. Ik kreeg nog wat gelletjes in het achterzakje geduwd. Mary Patricia Kimberly Lecour. Mogen koersen. Ja. Kopecky. Kwik. Gaat er wat aannemen. Boven staan ze natuurlijk, de verzorgers. Welke indruk gaf Lotte Kopecky aan op het startpodium? Die kwam zo alleen het startpodium op. En het was zo alsof ze eigenlijk misschien niet zo heel... Allee, ze geniet daar natuurlijk wel van om alle aandacht op haar te hebben. Maar ik denk dat ze liever met de ploeg op het podium was gekomen dan helemaal alleen. Even on the move. Dit was het Reusser-stukje vorig jaar. Reusser zat hier zo wel in de kant, hè. Hela. Even bij de les blijven, jongens. Heeft hij te veel naar de mannen gekeken? Ja, maar die is ook nog niet echt aan het ademen, hè. Die doet dat even op de pedalen staan. Even op de pedalen. Maar dat begint meer en meer te gelijken op hoe de Pogacars en de Evenepoels en de Van der Poels het aanpakken. En hoe Annemiek van Vleuten het ook wel eens aanpakte. Want laten we niet vergeten dat er ook bij de vrouwen ferme solisten of coureurs hebben gereden, natuurlijk. Ja, maar dit was nog niet echt de bedoeling om weg te rijden. Ik denk dat het is om gewoon het wat zwaarder te maken. Ja, en dan zie je daar meteen, ik heb hier een kloofje. Daar komt de Reusser, de Zwitserse kampioene, die er een tijd van tussen heeft gelegen met een COVID-besmetting. Ja. Kwam dan terug in binden en dat was meteen poef. Niet om te winnen, maar wel goed. Het was meteen goed, hè. Maar ze zegt wel, ik weet niet welk effect COVID gehad zal hebben op mijn lijf. Pfeiffer Georgie. Dit zijn wel meteen de goede namen. Pietersen. In de blauwe trui. Ja. De leidster in het jongere klassement van de World Tour. En Reusser pedaleert er makkelijk naartoe. En Wiebes is ook van de partij. SD Works heeft nu al wat het wil. Persico, Norskaard, Pfeiffer Georgie. Daar gaat Reusser. Aanvalletje Reusser. Die weet toch nog dat ze nog eens een lusje moeten doen. Dat schudt even met haar hoofd. Ja, dat ze denkt dat misschien te vlug is, te snel. Voilà. Groepje 1, 2 en allemaal een beetje verbrokkeld. Zo snel kan er geschift worden. Het moderne wielrennen is ook soms geschift. Juist, hè? Heel mooi. Na de Banenberg gaan we naar de Monteberg. En de Monteberg is dus de berg waar we daarnet over spraken met het wijndomein. Om dan een eerste keer Kemmel te krijgen op 51,8 van de streep. Reusser blijft doorzetten. Maar het pareerwerk van Norskaard en Pietersen, die gaan dat hier nu even niet laten gebeuren.
Norskart is ook wel goed. Een sterke ploeg ook, vind ik, Movistar. Met Sierra Canadilla, Arlenis, Emma Norskart en Floortje Makkai. Drie hele sterke rensters daar. Allee, laten we er maar aan beginnen. Le Kemmelberg, zoals de Franstaligen het wel eens durven te zeggen. Pfeiffer Georgie, Bjerg en Pietersen gaat een versnelling inbouwen. En Persico gaat ook langs zij komen. Wiebes goed mee en Kopecky gaat het even controleren. Het is nog ver. Het is nog te ver. Lamborghini in de buurt. Ja, Paternoster daar ook netjes voor in. Consoni. Tigert links. Wiebes goed. En nu komt de Kopecky. Oh, la 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 la. Met alweer een zeer vlotte pedaaltred. Sherin van Anrooy daar op rechts. Dit heeft toch ook echt wel iets van spelen met de pedalen. Hè? Kijk naar Paternoster hier van Liv. Ja, maar is al sterven, lang niet meer zo goed geweest. Hè? Maar ja, het is wel een terugkomen. Balsam goed. En van Anrooy met Reusser. Norskaart. Hier is Schweinberger. Hier is Makkai. Tigert. Sierra. Nog even wat verder doorgang kijken. Talita de Jong, net gezien. Nog Belgen. Hansen is hier. En we speuren, we zien Brown. Niet zo goed. Brand betaalt een prijs. Dat is ver Brand. En Kopecky moet er natuurlijk wel een paar meenemen, want dat is nog te ver weg. Drie vrouwen van Little Truck. Ja, Reusser net niet voorlopig. Voorlopig. Maar pas op, hè, als je die terug kan laten komen, dat is altijd een gevaarlijke klant. Lamborghini is ook afstand aan het verliezen. Mm-hmm. Drie vrouwen van Little Truck, die moeten dus gaan werken zometeen. We zijn boven. En de aanwezige mensen hebben hun wereldkampioen als eerste, als een generaal, over de Kemmelberg zien trekken. Makkai al gepasseerd. Dit is doorzakken. Le Cour. Simpel als dat. En hebben wij Julie de Wilde nog ergens gezien? Schoon vijftal. En hier zitten we helemaal achterin. Met bij Julie de Wilde. Mieke Doks. Nummer 53 is Julie de Wilde en Mieke Doks. Dan zit je toch te ver om die Kemmelberg op te draaien. Hè? En je was per tang, excuseer mij voor het dialectwoord. Maar je was nogthans netjes mee daar op de flanken van de Banenberg of de Montenberg. Nu gaan we rechts, straks gaan we links. Durven zeil doortrekken, maar deze komen nog wel terug. En Reusser gaat dat ook doen. Het worden er zeker 10 en misschien zelfs nog meer. Van Anrooy daar, Schweinberger, Majeru, Norskaart. Hoewel Kopecky vermoedelijk in haar oortje al te horen heeft gekregen van Lars Boom, dat duo van Little Track zit op een gaatje. Maak het ze moeilijk, geef ze het niet cadeau. Tigert hier alleen. Sierra Paternoster, de Jong, die zich kip lekker voelde, zei ze voor de start. En de eerste der Visma Leasebike vrouwen. Ja, en een renster van Volkers Wessel. Visma Leasebike hier dus drie keer rond hoofd. Geen Henderson, geen Vos en geen Van Empel. Wiebes met de bocht. En de boerenprotestbeweging die zich daar netjes manifesteert aan de kant van de weg. We zijn halfweg het aantal hoogtemeters. We zijn ook halfweg het aantal beklimmingen. Niet meteen een zicht op hoe de wind hier staat. Dus het zou kunnen dat hij op de kop blaast en dan val je automatisch terug. Voilà, Reusser lekker aan het brommeren. Wiebes doet dat goed. Pfeiffer Georgie is daar weer. En het is wachten tot de wereldkampioen het wapen gaat laden. Voilà, hier wordt de kogel afgeschoten. Lamborghini zag het ook al gebeuren. Pfeiffer Georgie mee, Wiebes proberen. Wie is bij machten? We gaan het nu zien. Wie is bij machten om de wereldkampioenen te volgen? En wanneer komt er een gaatje? Wiebes wil dat doen, want Lamborghini Parcheggio. Enfin, dat is een beetje overdreven, maar ze moet wel een gat laten. We moeten nog altijd naar de top, hè. We zijn er nog lang niet. Kijk eens hoe ver het nog naar die vaste camera is. Ah, Pfeiffer Georgie ook van links naar rechts. Ja, Wiebes goed. Wiebes goed. Het is eigenlijk maar Kopecky die op één lijn kan rijden. De rest daarachter is allemaal van links naar rechts. En hier komt het dan. Wie breekt er of wie breekt er niet? Ik heb niet de indruk dat Wiebes van zin is om te breken. Die doet dat geweldig goed. En ook Pfeiffer Georgie is mee. Dus we gaan naar een elite groepje. Nee, Pfeiffer Georgie die moet nu een gaatje laten. Ja, net wel, net niet.
Puk Pietersen daarachter samen met Longo Borghini. Oh. Maar Wiebes ook goed en dan Wiel van Kopecky, hoor. En dan zou je eigenlijk nu al kunnen zeggen dat misschien de winnares al bekend is als deze drie doorgaan. Ah, ja. Even verrast omkijken misschien. Kopecky, oei, die snelle Wiebes hangt er ook aan. Ja, misschien niet verwacht. Opgepast. En dan blijven rijden. Kijk, dat is al een gat hebben, hè, boven. Als ze met z'n drieën gaan doorrijden, tenminste. Zo meteen linksaf. Niet meer naar rechts, wel naar links. Vlammen nu naar Dranouter en naar Kemmel. En dan gaan we de weg naar Ieper nemen. Dit is een leeg beeld. Dit is lang wachten, hoor. Maar dat is wel al een volgende groep, want daartussen zat nog Longo, Borghini en Co. Benieuwd wat, of wie hier de grootste slachtoffers zijn. Majerus zat hierbij. Norsgaard zat hierbij. Ook benieuwd of Balsamo opnieuw goed met Longo, Borghini mee was. Tigert. Hier kan natuurlijk nog georganiseerd worden. Maar Wiebes, Pfeiffer, Georgie en Kopecky zijn kleppers. En die laten de rest op dit moment niet terugkomen. Straks kan natuurlijk nog wel het spel gespeeld worden. Van achter de rug weg. Demareren. Trek zal iets moeten gaan doen, hè. DSM heeft Pfeiffer Georgie mee. En deze twee vrouwen van SD Works gaan er een lap op geven. Dat is heel even de inspanning doortrekken om het gat te maken. Dat leent zich hier natuurlijk ook wel toe. Draaien keren snel uit het zicht. Geen van deze drie vrouwen al op de erelijst van Gent-Wevelgem. Kopecky twee keer op het podium. Wiebes één keer. Pfeiffer Georgie nul. Hier is opnieuw de wereldkampioene. Die mij af en toe doet denken aan de jaren 90. Met Johan Museeuw. Toen de top ook vooral bevolkt werd door buitenlanders en er één landgenoot tussen reed die koers op koers de Belgen deed keren van de pret. Dat doet Kopecky nu ook. Ja, maar kijk, hier zie je toch Longo Borghini, Puk Pietersen. Wie zit daar nog van Reusser. Trek? En nog een tweede vrouw van Trek? Dat is Brandt? Dat lijkt me. Nee, het is Sherin van Anrooy, denk ik. Ik ga er nog heel even voorbehoud bij aantekenen. En ook deze groep is voorlopig nog niet ver. Maar het zal afhangen van de kracht vooraan. De inhoud van de motor. Of ze wegblijven of niet. Balsamo is in dit groepje als tweede opgedraaid. Ja, en dan zie je dat Wiebes het wel kan en Balsamo niet, hè. Iets kortere, hevige hellingen. Vanuit de lucht ziet dat er zo uit. Tussen 1 en 2 is het verschil klein. En Pfeiffer Georgie heeft voorlopig weinig trek om mee te werken. Ja, wat zou je zelf doen als je daar met die twee zit? Ja, het wil podium als je mee rijdt. Je maar kan ook al straks rijdt ze niet mee, ze gaan toch blijven rijden, hè? Kan zijn, ja. Het kan ook zijn dat je straks achtste wordt. Ja. En Longo Borghini verzet voorlopig alle bakens. En allebei gegang maakt relatief door een motor. Dus het is 1-1 op dat vlak. Reusser was net niet mee, maar op die manier kan ze toch weer komen aanschuiven en in de kop belanden. En Wiebes ontpopt hij zich nu als echte klassieke renster. Gaat hij hier vol op de strijd mee aan en houdt hij de rest af? Of schakelt hij zo meteen over op het sprintersplan? Ja, ze verwondert mij toch, hoor. Die eerste keer Kemmel over, maar dan nog die tweede keer als enige dat wiel van Kopecky kunnen houden. Op deze manier gaan ze erbij komen en dan acht ik Reusser alweer niet kansloos. Je ziet die zo alweer wegknallen van de rest. En Swinkels is ook mee, hè. Vorig jaar vierde in Gent-Wevelgem. Carlijn Swinkels van UAE. Ja, die is aan een goed voorjaar bezig. Ja, absoluut. Heeft daar wel haar plek gevonden binnen die ploeg. Het zit daar beter dan bij Visma Leasebike. Acht rensters. En dan een heel groot gat. En weet je wat het idiote nu is voor SD Works? Nu moeten ze een heel peloton gaan controleren. En natuurlijk. En ze hebben hier geen drie extra knechten zitten. Dus ze moeten met hetzelfde aantal rensters meer rensters gaan controleren. Ja.
Daarnet was eigenlijk een ideale situatie voor hen, maar ze hebben niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om daar een kansen uit te putten. Een raar verhaal. Ze hadden het anders kunnen doen. DSM is natuurlijk meer dan blij om op die manier Kool terug in stelling te brengen. Soms, vroeger was dat zo, men doet dat nu niet meer. Vroeger hadden we wel eens cameraatjes on board bij ploegleiders. Ik zou het anders wel eens graag gezien hebben wat daar nu gezegd wordt. Werd daar iets gezegd? Mag hopen van wel dat er iets gezegd wordt. En nu gaat Royster controleren, wat ze daarnet natuurlijk ook had kunnen doen, maar blijkbaar toen nog niet overtuigd was van dat plan. Nee. Voilà, hergroepering. Balsamo zal dan ook weer komen opschuiven. Schweinberger komt eraan op links. En toch meer druk op de schouders nu van Wiebes. Daarnet was het met enige zin voor overdrijving tegen een paar strijkijzers. Nogmaals, met zin voor overdrijving. Nu ga je tegen andere topsprinters moeten sprinten. Dat is toch een iets minder comfortabele situatie, denk ik dan. En dit probleem is hier nog niet opgelost, hoor. Je hoort het versnellingsapparaat constant vanzelf schakelen. Dat kan de bedoeling niet zijn, kan daar niets aan gedaan worden. Op 26 kilometer van het einde gaan we zo meteen Ieper binnenrijden. En gaan we nog wat toeristische plaatjes meepakken. Als het uiteindelijk allemaal goed afloopt, is er niks aan de hand. Als het niet goed afloopt... Dan hebben ze een kans gemist. Ja, en dan gaat er toch wel wat overleg moeten zijn. En ook wat uitleg. Talita de Jong daar rechts. Floortje Makkai, ex-winnares. Kim Lecour, helemaal aan de buitenkant, ondanks een valpartij, toch op deze manier voorin verschenen. Pater Noster zal er ook alweer in zitten. Ellen van Dijk hier vooraan. Little Track heeft volgens mij bijna alle pionnen nog in dit deelnemersveld. En zij gaat stilvallen. Sneuvelen met de streep in zicht. Goeie poging hoor, van Grace Brown. Ja, goed moment gekozen ook. Maar ze heeft natuurlijk het nadeel dat daar nog een paar sprintersploegen zich aan het formeren zijn. Kopecky gaat naar voren komen. Opgelet dat hij niet te vroeg die sprint gaat inleiden. Brown, dat gaat 500 meter te lang zijn. Gent-Wevelgem. Dat was Winkels van UAE die daar het gaatje heeft toegeknald. En nu het allerlaatste wordt door DSM zelf gedaan. Ja, en nu gaat Kopecky, gaat Wiebes in stelling brengen. En loopt het dan allemaal goed af. Balsamo aan het wiel van Wiebes. Opgelet, Balsamo aan het wiel van Wiebes. Oh, Pfeiffer Georgie nog met een uitval. Pfeiffer Georgie komt de sprint nog ontregelen. En nu? Nu gaat Kopecky nog eens lanceren op 300 meter van het einde. Pas op, ze mag niet te snel gaan zitten. Het is een perfecte lead-out van Kopecky die dat van heel ver heeft gedaan. En nu? Wiebes tegen Balsamo. Aan de kort. Komt Balsamo er nog over? Komt hij er nog over of lukt het niet? Pas op van Balsamo. Pas op van Balsamo. Ierse, Italië boven. Of toch niet? Ik durf het niet zeggen. Ik denk dat ze net nog een betere jump doet. Ik denk dat Wiebes nog net een betere jump doet op het einde. Als het op de streep was. Ze weten het zelf ook niet, hè? Nee. Ze weten het zelf ook niet. Komt Sony daar op drie dan? En iemand gaat de bonen gefred hebben. Dat moeten we toch eens... dat moeten we toch eens herbekijken. Ze had lang een voorsprong. Toen kwam Balsamo terug, maar ik heb de indruk dat Wiebes dan toch weer terugkwam. En om maar weer te zeggen, je ziet het. Het is een risico nemen om sprinters te laten terugkomen en met sprinters te gaan sprinten. Ze weet het niet. Tuurlijk niet. We weten wij het nog niet. Zelfs Rick weet het niet. Allee, met z'n allen wachten. Hè. Dan toch nog suspens in de finale. Hier is Elisa. Er wordt mij nu gemeld dat het toch Wiebes zou zijn. Officieus. Ik zou het ook gaan denken. Ik zou het ook denken. En dan? Laat ons even wachten. 2 of 1. Wiebes wint, meldt onze regisseur mij. En die mannen hebben vaak al 37 camerastandpunten kunnen bestuderen. Je mag het daar zeggen, gegeven. Meneer. Ja, wordt gegeven. Lorena als Wiebes, winnaar van Gent-Wevelgem. En wij wachten nu even op de vreugdeuitbarsting. En hier weten ze het ook nog niet. Of wel. Zometeen de weergave dan nog maar eens. En is het dan zoals jij zei, ik vermoed van wel, dat de jump het verschil heeft gemaakt? Je zag Balsamo echt een goede, goed terugkomen. Maar dan op het allerlaatste kwam Wiebes er toch nog weer over.
Ze weten het nog niet. Ze kijken natuurlijk met delay. Ben je zeker? Volgens Porza zeggen ze? Ja, ik wil dat 100% zeker weten. Ja, Gretel. We gaan op iedereen wachten. Jawel. Allee. Ze durfden niet, hè? Ja, ze baseren zich op Sporza. Gevaarlijk, gevaarlijk. Ja. De regisseur om u te baseren beslissen op ons. Wie er gewonnen had. Allee, Wiebes wordt ook door Radio Tour gemeld nu. We gaan het herbekijken. Kijk, de lead-out van Lotte gaat dan even gaan zitten. Ja, veel opgelost, hoor. Maar niet, waarop, het moment waarop ze gaat zitten, gaat Wiebes aan. En hier zie je Balsamo komen, komt heel snel. Ja, nee, eigenlijk is ze er nooit overgekomen, nee, hoor. Balsamo is er nooit overgekomen. Ook zeer proper gesprint van Wiebes. Ik zou zeggen, misschien zelfs iets te proper. Ze heeft nog toegelaten dat Balsamo een laan had om langs zij te sprinten. Komt Sonny dan op 3 en Cole op 4? En hoeveel scheelt dat dan? Is dat dan nog relatief veel? Ja, hier zou je al de indruk hebben, is het Balsamo, maar dat is een vertekend beeld. En dan is het een banddikte. We doen er nog een chant bij. Ook. Het is de jump die het hem doet, hoor. Ze smijt haar fiets net iets meer naar voren dan dat Balsamo blijft wel de dat vaststelling, doet. Blijft wel de vaststelling, en daar doen we niks van af. Je hebt risico genomen. Absoluut. Je hebt te veel risico genomen als ploeg om deze koers te winnen. Consoni op 3. Yes. En Pietersen denk ik dat ik nog op 5 of 6 zag. Zou kunnen. Een nieuwe Nederlandse overwinning. Kirsten Wild deed het. Floortje Makkaai, Chantal Blaak. Nog eens Kirsten Wild. Marianne Vos. En nu Lorena Wiebes. Eerste overwinning voor haar in Gent-Wevelgem. Het is nipt geweest, maar het is hen gelukt. Niet vergeten dat ze 10 dagen geleden nog tegen de grond lag in nulkerkoersen en haar schouder uit de kom trok bij die val. De volledige top 10 voorlopig. Wiebes, Balsamo, Consoni. Italië 2 en 3. Cole op 4. Confalonieri 5. Sierra 6. Pietersen 7. Talita de Jong 8. Schweinberger 9. En Colesliester op 10. Hier zijn. Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.